Liever naar het strand? Nee. Tuurlijk vind ik dat leuk. Ja. Ben ik over een uur bij je? Goed. Tot zo. Annemarie? Nee, sorry, ik ben gesloten. En ik blijf de hele dag weg. Oh, nou, je doet maar. Anarchist. Leuk verhaal. Lijkt je niet? Lijkt me nogal dorpsgeroddel. Nou. Waarom zo'n vent zoiets doet, wat zijn vrouw ervan vindt. En het dorp, ja. Sorry, maar ik ben bezig met de jeugdcriminaliteit. Het spijt me. Oh, nee, oké. Ik neem wel een ander. Wat ben jij aan het doen? De dodenlijst. Vermoorde journalisten. Nummer 39 dit jaar, Saparandoro. Werd overgoten met een bijtende vloeistof. Dat is toch vreselijk? Nou, ik zou het prettiger vinden als je dat soort dingen in je eigen tijd deed, ja? En Doro was hoofdredacteur van het weekblad Bintang. Ik heb een klusje voor je. Weet u wel wat Bintang betekent? De ster. Oh, ja, toevallig. Ik wil dat je hier zo op afgaat. Een keurige, veelbelovende wethouder uit een keurig dorp steekt stiekem een pornoblaadje in zijn binnenzak. Het dorp staat op zijn kop, wethouder moet aftreden. Pracht verhaal. Geknipt voor jou, 500 woorden. En als het goed is, je eigen naam erbij. Nou, Kitty, is je kans. Hè? Nou, kom op, Kitty. Mijn eerste verhaal ging over regenjassen. Lekker, hè? Dit zou je eigenlijk veel vaker moeten doen. Spijt me van die film die ik je beloofd heb. Ben ik wel gewend. Altijd weg, altijd druk. Elk verhaal was het belangrijkste verhaal. Zo was het. Zo is het kennelijk nog steeds. Jij werkt tegenwoordig met die kleindochter van Moerman, hè? Met Marlies, ja, dat is puur toeval. Oh ja? Nou, ben je de type dat zo makkelijk met vrouwen omgaat. Wie heeft je dat wijs gemaakt? Herman en ik, dat was uniek samen. Ze schijnt wel erg knap te zijn. Kon je van Herman niet zeggen? Oh, uw soep komt er zo aan, meneer. Dank u wel. Goedemorgen, ik ben Van der Ster. Oh, als er wat te lachen valt, dan zijn jullie er als de kippen bij, hè? Wat valt er dan te lachen? Je komt toch vanwege Malieveld? De wethouder, ja. Dat vind je toch leuk? Als in dit dorp een wethouder moet aftreden wegens een winkeldiefstal? Nou, ik vind er niks aan. Oh nee, nou, ik ook niet. Waarom heeft u hem dan aangegeven? Ja, Waarom liet u hem niet gewoon betalen? Ja, dat wilde die niet. Nee, natuurlijk niet. Zo'n fijne meneer Jat niet. Terwijl ik toch met mijn eigen ogen heb gezien dat het blaadje tussen zijn krant had zitten. Nee, het viel uit zijn krant toen hij wegliep. Ik zeg, meneer Malieveld, zullen we dit ook even afrekenen? Werd hij me toch kwaad? Ja, zette ons dus voor leugenaar. Ik zeg, ja, als u niet betaalt, dan moet ik de politie waarschuwen. Werd hij nog kwaaier? Moest ik vooral doen, zei hij. Hoog van de toren. Nou, dat doet hij maar tegen die fijne christelijke vriendjes van hem, maar niet tegen ons. En toen heeft u de politie gebeld? Ja, waarom niet? Omdat nou toevallig meneer Malieveld is. Ze zeggen dat hij nog wel eens minister zal worden. Nou, hij gaat veel naar Den Haag. Ja, maar heus niet voor de politiek. Jetta. Ze knijpen daar toch allemaal de kat in het donker? Ja, toch? Naar de Wallen, daar gaan ze naartoe. De Wallen zijn in Amsterdam. Jij denkt ook altijd dat je alles beter weet. Een van die daar? De meest linkse, geloof ik. Mevrouw, ik ben op zoek naar meneer Malieveld. Die is op zijn werk. Waar is het voor? Ik ben Van der Ster.
Waarom kunnen jullie die man niet met rust laten? Het is nieuws, mevrouw. Nieuws? Intussen maken jullie hem wel kapot. Nou, dat is niet mijn bedoeling. Oh, nee? Maar jullie boeren een prachtige man de grond in. En mij erbij. We kunnen ons nauwelijks meer in het dorp vertonen, weet u dat? Ga weg! Morgen. Bent u meneer Malieveld? Nee, ik ben de voorman. Kan ik u helpen? Nee, ik moet hem zelf hebben. Hij is in de opslag. U bent toch niet weer van een of andere krant, hè? Van de Ster. Hij zegt toch niks. Waarom niet? Ja, wat valt er te zeggen? En als er al iets te zeggen valt, dan hebben we de krant daar niet voor nodig. Iedereen neemt elkaar in bescherming. Wij hangen mekaars vuile was niet buiten. Wie is dat? Weer iemand van de pers. Bent u meneer Malieveld? Ik ben van de Ster. Maar dan wordt het nee. Bedoelt u dat u onschuldig bent? En wat dan nog? En waarom bent u dan afgetreden als wethouder? Waarom? Een wethouder die uit winkels steelt en seksblaadjes leest? Kan iemand het in uw krant gestopt hebben? Wat doet het ertoe? Gebeurd is gebeurd. Dat de Ster hier induikt. Misschien zit er wel meer achter. Zoals? Kwaaie opzet. Iemand die zo'n blaadje in zijn krant heeft gestopt om hem kwijt te raken als wethouder. Heb jij de school gehad? Utrecht. Oh. Nou, dan zou je toch wel moeten weten dat ze hier bij de plaatselijke kranten ook kunnen denken. Natuurlijk zijn we in deze affaire gedoken. Wat dacht je? Onze eigen wethouder. En? Niks aan de hand. Waarom heeft hij dan ontslag genomen? Om het CDA niet in de wielen te rijden bij de komende verkiezingen. In Den Haag zien ze hem namelijk wel zitten. Malieveld zou best eens de volgende staatssecretaris van Landbouw kunnen zijn. Ondanks dit gedoe? Hier, neem maar mee. Lees je ook eens een goede krant. We hebben iedereen geïnterviewd en iedereen betreurt wat er is gebeurd. Dus? Geintje. Is Van Zuiden dan niet? Ja, Van Zuiden heeft een vrije dag genomen. Overigens blijft een zwarte loper altijd een zwarte loper. Behalve in de schakelrubriek van de Ster. Ja, dat is een foutje. Slaughter, ja. Waar haalt de Ster het lef vandaan om over de grote wereldpolitiek te praten... terwijl ze niet eens weten hoe het toegaat op een klein schaakbord? Oké, meneer Moerman, het wordt voortaan beter gecontroleerd. Nog iets interessants van de week? Uw kleindochter werkt momenteel aan een zeer boeiend verhaal over jeugdcriminaliteit. Ik heb liever niet dat u haar zo noemt. Marlies dan? Marlies Moerman. Of ze mijn kleindochter is of niet, is voor u van geen enkel belang. Ze heeft veel talent. Tuurlijk. Het is een Moerman. Ik eerst boven. Wat is er met je? Niks. Ik ben zo misselijk. Heb je koorts? Nee. Ik heb alleen zo'n dorst. Ik heb een intiem tafeltje besproken voor twee personen voor vanavond. Zo? En zonder mijn toestemming? Heb je gezegd dat ik dan met jou ga eten? Als jij het waagt. Om met iemand anders aan dat tafeltje te gaan zitten, dan zal het slecht met je aflopen, Jan Roosmaat. Hoe slecht? Dan burg ik je met mijn blote hand. Eindelijk mijn naam op de cover. Hey. Hoe komt het toch dat jij met de dag aantrekkelijker wordt? Het komt omdat je nodig is aan de oogarts moet, Nick uit. Altijd een koude douche voor een brandend hart, hè? Alsjeblieft, Nick uit. Op je gezondheid. Schoonheid. Nee, maar. De oorzaak van je drankprobleem? Waarom?
Verdwaald? Kom eens kijken wat jullie hier allemaal uitspoken. Nou, je ziet het. De enige die aan het werk is. Ik. Ja. Ciao. Goedemiddag, Pils graag. Ken jij onze hoofdredacteur, de heer Van Rosenburg? Ah, veel van gehoord. Niets dan goeds. Niets dan goeds. Dank u. Hé, hey, Marlies. Hé, hey, Armand. Hey. En, wordt het wat met die jeugdcriminaliteit? Nou, ik ben nog niet over iets gestruikeld dat echt nieuws is. Nou, dat komt nog wel, heus. Je dwingt het af, om zo te zeggen. Let maar eens op, nog een jaar of twee en dan ben jij onze grote reporter. Nee, dat meen ik. Ja, je hebt toch alles mee? Je stijl, je naam, je zoals je eruit ziet. Jong, aantrekkelijk. Hé, hey, zullen wij samen eens een stukje gaan eten? Het spijt me, maar ik heb al een afspraak. Oh. Nou, ander keertje dan misschien. Ja, misschien. Dus jij denkt dat je zomaar kunt zeggen... Sorry, meneer de hoofdredacteur, maar ik heb geen verhaal. Nou, het is geen verhaal. Alsjeblieft. Morgen varen ze uit. 10 uur. Rode Kruis. Chronische zieken. Met Henri Dunant een tochtje over de Rijn. En overmorgen wil ik van jou een sfeerverhaal hebben... waarvan ik tranen in mijn ogen krijg. Problemen? Nou, nee, maar... Oh, mooi zo. Behoud de vaart dan. Marlies. Je moet me even uit het probleem helpen, Marlies. Ga zitten. Dat kind verprutst alles. Kitty? Ja, best kans dat de Harry Dunant morgen zingt als zij aan boord is. Anyway, hier kwam ze dus niet uit. Een wethouder die struikelt over een pornoblaadje. Is het niet een beetje riolerig? Nou, hier leven wij toch van, Marlies. Haat, nijd, afgunst en seks, ja. Malieveld heet hij dan ook nog. Johannes Lucas Matthäus. Keurig. Je had ook braakneigingen, zei je? Ja, misselijk gevoel. En veel dorst? Ontzettend. Kleed je maar weer aan. Lusteloos? Ja. Wat is het? Ik wil dat je naar het lab gaat voor een wat uitgebreider onderzoek. Oh. Wat denk je dan aan? Er was hier gisteren al iemand. We wilden uw man nog even spreken. Denkt u dat iemand hem kwaad heeft? Mijn man heeft geen vijanden. Is hij thuis? Hij is achter, in de opslag. Zeg maar dat ze eten staat koud te worden. Thank you.
Zoekt u iets? Sorry, bent u meneer Malieveld? Nee, dat ben ik niet. Hij moet hier ergens zijn, in de graanopslag, zei zijn vrouw. Dat is daar. Jullie werken nog laat? Ja, iedereen is al weg, behalve ik, zei de gek. Een beetje naar je zin. Heerlijk. Jij? Heb jij het een beetje naar je zin? Ja. Waarom niet? Dat is nooit helemaal naar je zin, natuurlijk. Nee. Natuurlijk niet. Wat zou jij man ervan zeggen als je ons zo zag? Dat dit sausje iets te vettig was. En dat het vlees krioelt van de hormonen. Ja. En dat de gekookte aardappels beter voor mij zijn dan gebakken. Vond hij je te dik? Nee. Nee, hij zei altijd... Denk je dat er ooit nog eens een ander komt? Dan zou ik Herman eerst een beetje kwijt moeten zijn. Dat ben je nog niet. Nee. Jij wel? Nee. Ik was niet met hem getrouwd. Misschien nog wel meer dan ik. Weet je, Herman was net zo rusteloos als jij. Als er iets in zijn hoofd woedde, dan bestond ik nauwelijks meer. Pas als hij dan weer aan het werk ging, met jou, dan kon hij weer een beetje ontspannen. Sorry. Ik ga maar even bellen op Herman's kamer. Berend, ga nou maar. Die koffie? Ja, lekker. Cognac? Heerlijk. Weet ik het zeker? Dat is niet te geloven, zeg. Ja, ik kom eraan. Of, tenminste, ik kom zodra ik kan. Ja, tot zo. Dag. Nou, Marlies Moerman met een vreemd verhaal. Een zwaar gereformeerde wethouder die krijgt het hele dorp over zich heen... omdat hij een pornoblaadje in zijn zak heeft gestoken. Spakenburg? Ja, zoiets, ja. Daarnaast stort iemand een ton graan over zijn hoofd heen. Poging tot moord, dus... Het kan natuurlijk best zijn dat het pornoblaadje met opzet in die krant is gestoken. Dan is de vraag door wie. En waarom. Toch? Sorry, we hadden het over iets anders. Nee, niet echt. We hadden het over jou en Herman. Over jullie vakverslaving. Nou, verslaving. Drink je koffie nou maar op en ga. Annemarie. Ik herken het toch. Je vingers jeuken. Laat me dan in ieder geval nog even helpen met de afwas. Nee, ik ben dol op afwassen. Dan kom nou. Berend, ga nou maar. Kom snel weer terug. Ja, dat zei Herman ook altijd. Luister eens, mevrouw. Ik kan u natuurlijk niks weigeren.
U heeft mijn leven gered. Daar ben ik u dankbaar voor. Maar niemand schiet er iets mee op om in mijn verleden te roeren. Iemand heeft het op u voorzien. Eerst dat pornoplaatje. Wat doet het ertoe? Wat doet het ertoe? Weet u... Weet u wat er geschreven staat over valse getuigenissen? Nee, niet echt. Dat dacht ik al. Misschien volgt er een tweede aanslag op uw leven die wel slaagt. Het was een ongelukje. En dat moet zo blijven. We willen toch graag nog wat rondkijken. Het is nergens goed voor. Nou, hier worden we ook niet veel wijzer, hè? Oh, één ding is zeker. Iemand in het dorp heeft een gruwelijke hekel aan wethouder Malieveld. Iemand die weet dat Malieveld vrijdagmorgen 9:15 de trein naar Den Haag neemt. En die weet hoe ze op porno reageren. Het is voor die persoon niet zo moeilijk om een pornoblaadje in de krant van Malieveld te stoppen. Omdat Malieveld altijd eerst een krant koopt voor die de trein ingaat. Dus het zou heel goed kunnen dat die persoon hier nu op dit moment ook rondloopt. Bravo, Sherlock Holmes. Ik zie alleen het verband niet tussen een blaadje met blote meiden en een paar ton graan. Ik ook niet. Maar ze kunnen je allebei de adem benemen. Daarentegen, en desalniettemin, ga ik nu even wat sigaretjes kopen. Sorry. Oh, goeiedag. Ik ben van de Ster. Mijn collega heeft hier ergens het leven van uw baas gered. Wat was dat precies? Yes. Kun je dat open doen? Ja, dat kan iedereen. Hij had nog geluk dat die storten niet vol zat. Hey! Het is volkomen beveiligd. Wie bestuurt dat ding? Computer. En die maakt nooit fouten? Uitgesloten. Behalve gisteren dan, want toen lag er een rooster naast. Het heeft dat ding toch die silo volgestort. Nee, daar is die computer juist voor gekomen, hè? Dat soort dingen niet meer kunnen gebeuren. Wat gisteren gebeurd is, dat kan dus eigenlijk niet gebeurd zijn. Er zit boven nog een oud paneel, dat hebben we laten zitten voor... Ja, je weet maar nooit. En iedereen weet dat. Wanneer is die computer hier gekomen? Vorig jaar. Waarom? Waarom? Overal komen toch computers. Is er iets gebeurd? Het heeft hier niets mee te maken. Was het een ongeluk of zo? Hey, jullie blijven maar vragen, hè? Eén vraag nog, mevrouw Malieveld. Als ik uw man niet op tijd had gevonden, wie had ik dan gelukkig gemaakt? Wie erven van hem? Ik natuurlijk. Maar ik ben liever rijk met hem dan met zijn erfenis. En de kinderen? Die hebben we niet. Dus u krijgt het hele bedrijf? Als u toch het naadje van de kous wil weten... ik krijg het huis en een lijfrente. En het bedrijf gaat naar de twee voormannen. De vorige en die van nu. En
De knechts die krijgen allemaal een bedragje. Dat is aardig. Ja, zo doen wij dat hier. Ze hebben er hard genoeg voor gewerkt. En het bedrijf is het veel waard? 1,8 miljoen. Mevrouw Malieveld, ik heb gehoord dat er verleden jaar ook een ongeluk is gebeurd met een silo. Ach, het heeft er niks mee te maken. Wat is er dan precies gebeurd? Gerrit van Beek, de vorige voerman, die was een silo aan het schoonmaken toen een luik dichtviel. En mijn man wist niet dat hij binnen was en vulde dat ding met mengvoer. En toen? Zijn vrouw kwam een pakje brood brengen, omdat hij dat vergeten was. En toen ze Gerrit nergens konden vinden, toen dachten ze aan die silo. Ze kwamen net op tijd. Ja. Goedemorgen mevrouw, we zijn van de Ster. Is meneer Van Beek ook thuis? Waar zou een van jullie anders moeten wezen? Torremolinos? Dat moet u van hem. Het gaat over dat ongeluk verleden jaar in de silo. Vraag dat maar aan die mooie baas van hem. Die mooie meneer Malieveld. Maar die kon er toch niks aan doen? Ik dan wel? Toch zit ik voor de rest van mijn leven opgeschreven met een invalide. Kunnen we hem zelf even spreken? Zag ik u vanochtend niet op het station? Was dat maar waar. Oh, ik dacht dat u daar op de trein stond te wachten. De trein waarop ik wacht, komt niet in het dorp. Ik kan wat in huis rondscharrelen. Beetje knutselen. Stoflongen. Dat is gemeen spul. Maar dat heb je niet in de hand. Malieveld, die kon daar niks aan doen. Gerda heeft het er wel eens moeilijk mee. Ik ben voor 80% invalide. Heeft u een uitkering? Ja, ja, natuurlijk. Ach, we kunnen best rondkomen. Heeft u eigenlijk een schadevergoeding gehad? Gerda wilde het wel in het begin. Ze is bij zo'n advocaat geweest. Die dacht dat hij er wel een paar ton kon uitslepen. Maar? Ik wou het niet. Nee. Dus er is nooit werk van gemaakt? Dat is niemand schuld. Malieveld, die doet dan zoveel voor ons. Was uw vrouw gistermiddag thuis? Gistermiddag? Nee. Was ze bij haar zuster. Hoezo? Woont die in de buurt? 5 minuutjes op de fiets. Waarom vraagt u dat? U weet dat u in het testament staat van Malieveld? Nee. Hoezo? Is er iets met hem gebeurd? Hij heeft net zo'n ongeluk gehad als u. Die vrouw was vanmorgen op het station, ik weet het zeker. Nou, ze is mij niet opgevallen. Nee, ze valt natuurlijk buiten de categorie vrouwen waar jij naar kijkt. Maar het lijkt me wel het type om een pornoblaadje in Malieveldse krant te stoppen. Ze haat hem. Haat ze hem zo erg dat ze hem ook wil vermoorden. Het levert er bovendien 500.000 op. Er zijn mensen om minder vermoord. Ik weet het niet. Wie hebben we nog meer als verdachte? Moesten we maar niet eens met de politie gaan praten? Nou, ik heb sterk de indruk dat de politie zich hier uitsluitend bezighoudt met verkeersovertredingen. Waar ga je nou naartoe? Nou, eens even ruggespraak houden met de plaatselijke courant. Dan weten ze altijd veel meer dan ze mogen schrijven. Ook over haat en net? Alleen maar over haat en net. U komt ook een gratis exemplaar halen van het plaatselijke krantje. Nou, we wouden graag als collega's onder elkaar eens even praten over die affaire Malieveld. Het vervelende van die affaire is dat het eigenlijk helemaal geen affaire is. Iemand heeft Malieveld een hak gezet. Malieveld is daarop afgetreden en daarmee is voor die dorp de kous af. Klaar. Zand erover. Graan erover, bedoelt u? Malieveld heeft gisterenmiddag een lading graan over zich heen gekregen. Zij heeft hem gered. Iemand had hem die silo ingelokt en heeft toen de hendel overgehaald.
Opzettelijk bedoelt u? Met voorbedachte raden. Dat geloof ik niet. Ja, dat staat u natuurlijk vrij. Zulke dingen doet niemand hier. Ook de voorman niet? Harm? Mm-hmm. Waarom zou die? Nou, om er een klein miljoen rijker mee te worden. Of zou die erven? Het hele bedrijf samen met Gerrit van Beek. En daarom denkt u dat, Harm? Het zou voor hem een koud kunstje zijn. Dit is Amsterdam niet, waar ze elkaar voor een kwartje over opsteken. Ze kunnen toch ruzie hebben gehad? Ja, natuurlijk. Maar dat praten we hier met elkaar uit. Ja. Als broeders onder elkaar. Als hij mijn broeder? Ja. Ouderling nog wel. Net als Malieveld? Ja, en net als Gerrit van Beek tot hij invalide werd. Hier wonen toch ook wel buitenkerkelijke? Dat zijn nieuwkomers. De vrouw van de stationsrestauratie. Is dat een nieuwkomer? Zij van de Rooij. Zij kan gemakkelijk een pornoblaadje in Malieveld zijn krant gestopt hebben. Jetta de Rooij is hier geboren en getogen. En toch heeft ze Malieveld aangegeven. Ze is wat opvliegend van aard. Heeft iets tegen hem. Malieveld is een goed mens. Hij is goed voor het dorp en hij is goed voor zijn mensen. En dit weet Jetta ook. Ze heeft vroeger jarenlang voor hem gewerkt. Ze weet dus hoe het in graansilo's toegaat. Ja, dat weet ze ook. En ze is ook toen de tijd met de kwaaikop bij hem weggelopen. Maar wat zou dat? Hij zoekt absoluut in een verkeerde richting. Oh, welke richting adviseert u dan? Amsterdam. Hier wonen geen moordenaars. Jetta. Ja, wat is er? Hallo. Wat een vraagje. Aan mij? Ja. Ach, hoe wil toch op. Rustig dan, Jetta. Niks rustig. Laten ze Malieveld zijn kop plat zeuren. Maar denk nou toch aan onze klanten. Ik denk wat ik zeg. Oh, wilt u dan ook zeggen wat u denkt van wethouder Malieveld? Ik denk eigenlijk helemaal niets van wethouder Malieveld. Maar als hij hier staat te jatten en me ook nog eens een keer een grote bek geeft... nou, die is bij mij aan het verkeerde adres. Dan belt u de politie. Ja, dat doen we met iedereen die hier probeert te jatten. Ook met uw eigen ouderling? Malieveld, mijn ouderling. Oh, u bent niet van de kerk? Nee, godzijdank niet meer, nee. Maar Malieveld is wel uw oude baas. Ja. Wat zou dat? Waar was u gistermiddag? Zeg, wat gaat jou dat eigenlijk aan? Gistermiddag heeft iemand geprobeerd wethouder Malieveld te begraven onder een ton graan. Gistermiddag? Boodschappen doen? Ze zou het gedaan kunnen hebben, maar waarom? Omdat, hey, post. Maken wij anonieme brieven open? Soms wel. Met geweld is gisteravond een lastige betoger uit de raadzaal verwijderd. Nadat ze wethouder Malieveld met een verfbom had bedreigd. De vrouw, de 32-jarige JDR, Jetta de Rooij. Zij nog eens even met onze vriend Brakman gaan praten? Ga ik nog een kopje koffie drinken? De sleutels. De 32-jarige JDR. Jette de Rooij? Nou ja, wat zou dat? U vond helemaal niets van wethouder Malieveld, zei ze net. Heb jij nou niets beters te doen dan oude koeien uit de sloot te halen? Wat heeft u tegen die man? Hij is tegen abortus, ik voor. Niks bijzonders. Verfbom is toch wel bijzonder? Ik zeg niks meer. Waar deed u gistermiddag boodschappen? Die verfbom die ze gooide, was die raak? Eigenlijk was het een condoom gevuld met verf. Maar dat heb ik er niet bij geschreven. Een condoom? Waarom dat? Om Malieveld voor dingen te zetten. Lul. Vanwege zijn abortusstandpunt. Tegen, neem ik aan. Natuurlijk. Zoals iedereen hier. Hoe reageerde Malieveld? Kalm. Hij glimlachte zelfs. Ja, dat weet ik nog heel goed. Want dat maakte haar helemaal woedend. Ik vermoord je nog eens, riep ze. Maar ja,
Zoiets moet je natuurlijk nooit letterlijk nemen. Ja? U denkt dat Jetta het gedaan heeft, hè? Waar was ze dan gistermiddag? De boodschappen doen. Maar ze heeft het niet gedaan, eerlijk niet. U moet me geloven. Ze haat hem. Ik weet wie het gedaan heeft. Die envelop onder uw ruitenwisser. Gerben Brakman. De hoofdredacteur? Jetta's ex. Ze waren stevig verloofd. Ja? En toen? Nou, toen raakte Jetta zwanger. Brakman, die schoft zei eerst dat het niet van hem kon zijn. En later dat ze het maar weg moest laten halen. Abortus, dat is toch een doodzonde hier? Ja, dat is ook het huichelachtige. En heeft ze het toen laten doen? Ja, natuurlijk. Ze wilde toch geen kind van zo geluiperd. En toen heeft ze het uitgemaakt. En dat heeft Brakman haar nooit vergeven. Nog steeds doet hij alles om er het leven zuur te maken. Ha, en ik dacht nog zo... Ja, verkeerd gedacht. Brakman dan misschien? Nee, daarvoor is hij veel te laf. De enige die overblijft, dat is de vrouw van die voorman. Gerda. Maar die heeft een alibi. Die was bij de zuster. Gaan we dat toch even checken? Hoe wou je dat aanpakken? Zusters zullen elkaar hier wel helemaal dekken. Nou, gewoon, een smoesje. Een van je befaamde smoesjes. Ah ja, welke wordt het deze keer? De verzekeringsman. Oh nee. De projectontwikkelaar. Nee. Ah, de Jehovah-getuigen. Goedemiddag. Ik wist niet dat er nog zulke leuke hospita's bestonden. Hospita's? Ja. U verhuurt toch kamers? Tenminste, dat hoop ik. Hoe komt u erbij? Dat hebben ze me verteld. Ik begin maandag op de wolfabriek. Daar zeiden ze dat u hier kamers verhuurde. Ik heb nog nooit kamers verhuurd. Echt niet? Oh, wat een pech. U weet zeker ook niks in de buurt? Nee, ik ben bang voor niet. Maar... Rustig net te huren, voor mij had u geen last gehad. U heeft ook helemaal geen ruimte. Jawel, daar gaat het niet om. Dat was maar voor de eerste paar weken, hè? Ik weet het niet, wat zou u nodig hebben? Kamer, wastafel, eten doe ik op de fabriek. Oh, ik heb me nog helemaal niet voorgesteld, ik ben Hans van Dongen, sorry. Julia Smink. Hallo. Hallo. Komt u maar even binnen. Monumentje. Het is voor jou. Oh. Man, is moe, man. Ja. Met Harm. Malieveld. Malieveld. Is dat niet die wethouder ergens in... Ja, precies, ja. Zijn naam werd genoemd tijdens de laatste kabinetsformatie. Oud-calvinistisch geslacht. Valse getuigenissen. Waarom bel je je grootvader niet? Je weet er meer van dan ik. Als het maar voor tijdelijk is. Anders kan ik er niet aan beginnen. Bedoelt u dat u gaat verhuizen? Oh, zeg maar jij hoor. Ja, ik ben Hans. Nee, geen suiker, dank u. Een beetje melk. Oh, dat is genoeg, dank u. Woon je hier al lang? Sinds mijn scheiding. En jij? Niet getrouwd? Nee. Niet meer. Ga je nou verhuizen? Ik hoop het wel. Ik werk 3,5 dagen in een boutique in Utrecht. Ik zou daar graag met mijn zuster ook zo'n zaakje beginnen.
Ik heb natuurlijk genoeg van die eeuwige files. Ik ga altijd met de trein. Er is een hoop geld voor nodig, hè, voor zijn eigen zaak. Dat hadden we al lang moeten hebben. De man van mijn zuster is vorig jaar invalide geworden. Een ongeluk op zijn bedrijf. Hoe schadeclaim je? Dat loopt in de tonnen, hè? Vergeet het maar. Mijn zuster heeft het geprobeerd. Mooi niks. Hier wordt altijd alles bedekt met de mantel der liefde. Wat hebben jullie niks gekregen? Geen cent. Dat hoor nog niet. Hier heb ik het. Vers 19. Zult gij hem doen zoals hij zijn broeder dacht te doen? En dan hier, vers 21. Gij zult hem niet ontzien. Leven om leven. Oog om oog. Tand om tand. Hand om hand. Voet om voet. Ja, dat is wat er geschreven staat. Ja, goed hoor. Daar. Met mevrouw Smink. Hey Gerda, we hadden het net over je. Nee, nu meteen. Ja, is goed. Dat was Gerda, mijn zuster. Ze komt zo eventjes langs. Oh, ik moet er weer vandoor. Je mag best blijven hoor. Nou, ik zou niets liever willen, maar ik moet nog even naar Zeist. Ik bel dit weekend nog hoe laat ik kom maandag, ja? We hebben het er helemaal nog niet over de huur gehad. Nou, dat hoeft toch geen probleem te zijn? 350 gulden, is dat goed? Dat is goed. Zo. Je had wel allemachtig veel tijd nodig om een alleenstaande vrouw te bekeren, broeder. Nee, zuster. Ik was jongeman zoekt kamers. En is de jongeman zoekt kamers nog te weten gekomen of Gerda van Beek daar gisteren was? Ik moest vroegtijdig weg. Kom bezoek. Gerda van Beek? Heb je een recorder bij je? Tuurlijk. Geef eens hier. Wat ga je dan doen? Als jij je mond houdt, komt niemand erachter. Ik hoop dat je op heterdaad betrappen. Zal ik nieuwe koffie maken? Ik heb liever een borrel. Wie was die man? Ik wou een kamer huren. Ben je gek? Het is maar voor tijdelijk. Ik zit hier ook maar alleen. Denk ook eens aan mij. Ik doe niet anders. Jij krijgt notabene de helft. Oh ja, en wanneer dan wel? En wat zegt Gerrit daarvan? Gerrit heeft niks te zeggen. Ik loop net zoveel risico's als jij. Omdat je een keer een seksblaadje in zijn krant gemoffeld hebt? Medeplichtigheid noemen ze dat. Ik loop de risico's. Weet je dat ik geen haar scheelde of harm had mij gezien? Maar het is je niet gelukt. Heer. Post. Maar goed ook. Anders hadden we nooit geweten van dat testament. En dat hij en Harm het bedrijf zouden erven. Een 500.000 de man. Ik kan u natuurlijk niet tegenhouden als u dat verhaal wilt publiceren. Maar er is niemand bij gebaat. Ik niet. Mijn vrouw niet. En die arme Gerrit ook niet. Dus je gaat niet naar de politie? Nee. Maar ze hebben uw naam door het slijk gehaald. Uw politieke carrière verziekt. Ze hebben u geprobeerd te vermoorden. En ze zullen het nog een keer proberen. Dat denk ik niet. Wou je die twee zusters er dan zomaar vanaf laten komen?
Hier regelen we de zaken op onze manier. Onder elkaar. Maar we kunnen elkaar ook tot de orde roepen. Als mensen die allemaal hun fouten hebben. Dus jullie durven beweren dat je poging tot moord hebt? En dat de ster persoonlijk die wethouder het leven gered heeft? Maar Lies... En dat jullie weten wie de daders zijn? En dat er toch geen verhaal in zit? Ik zou het niet beter kunnen samenvatten. Het is allemaal roddel en laster. Daar hebben ze de ster echt niet bij nodig. Nou, zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. En dat noemt zich nog wel topverslaggever. Men roept elkaar daar zelf tot de orde. Orde, wat heb ik daar nou mee te maken? Het gaat toch om het nieuws? Het gaat ons om de mensen daar. Nou, dat is belachelijk. Nieuws is nieuws en hoe pijnlijker, hoe beter. We zouden daar te veel kapot maken. Als jij zo fijngevoelig bent, dan had je dominee moeten worden. Redactie De Ster met Kitty van Doren. Ogenblikje. Dat soort dingen niet alleen proberen. Berend, voor jou. Ja, wat moet ik er dan mee? We moeten er met z'n allen over praten. We moeten er gewoon mee kappen. Zo, hoe was het op de Henri de Nau? Om doodziek van te worden. Ja, hallo. Van Zuilen. Ah, ja. Allemachtig. Ja. Bedankt. Hij is vermoord. Wie? Die wethouder. Door wie? Door de vrouw van zijn vroegere voorman. Malieveld ging er even opzoeken. Tot de orde roepen, zoals het daar heet. Malieveld is doodgestoken. Die wethouder? Door Gerda van Beek. Oh. Ze moet gek geworden zijn. Ik ga er meteen naartoe. Begin jij vast aan het verhaal. Als ze snel zijn, kan het nog mee. Ja. Ik bel door. Oké. Zie je nou wel. Gerda van Beek werd veroordeeld wegens doodslag op wethouder Marieveld. Ze zal waarschijnlijk ontoerekeningsvatbaar worden verklaard en in een inrichting worden geplaatst. Haar tweelingzuster Julia kreeg 2 maanden celstraf wegens medeplichtigheid. En? Nog kunnen winnen met bridge? Winnen is niet altijd het hoogste genot, mijn kindje. Niet kunnen winnen dus. Het is een fraaie kop. Deuteronomium? Merkwaardig verhaal trouwens. Ja, men roept daar elkaar tot de orde. Het kwaad ontwaakt zodra je je ogen sluit. Een schot in de roos, het idee van mij. Niet waar, meneer Mommel? Ja, inderdaad, meneer Rosenburg. Een goed nummer. Alleen die schaakrubriek. Drie witte toren horen naar mijn mening in de kwaliteit van actie.